Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer iets heel grappigs. Het is van Baker Ross, Fun Toys. En dit zijn kleine badeendjes. Alleen, misschien zien jullie het al. Ze zijn dan niet echt eendjes, maar het zijn eerder eenhoorns. Ze hebben een staart en ze hebben die manen. Maar verder hebben ze wel gewoon een eendjesneus en wel een hoorn. Je hebt er 4 in een pakje. Het is misschien ook wel leuk om deze te gebruiken bij een kinderfeestje. En om elk kind aan het einde dan zo'n badeendje mee te geven. Of zo'n badeenhoorn. Zo. Alle eendjes in de verpakking zien er hetzelfde uit. Je hebt dus geen verschillen in de kleuren van de manen of van de staart. Het is groen, roze, geel, oranje en blauw. En bij de manen heb je ook nog een klein beetje paars. Dus je hebt 4 keer hetzelfde kleine eendje. Dan proberen. Ze moeten natuurlijk wel kunnen kwaken. Deze kan niks doen, maar hier heeft hij een klein gaatje. Dan kan hij vast wel water spuiten. Dat moet ik dan eens even proberen. Ik dacht dat het van die piepeentjes waren, maar dat is niet zo. Deze kunnen water spuiten, dat is misschien nog wel veel leuker. Zo, ik heb hier een bakje met water. En dan laat ik eerst even zo'n eentje erin dobberen. En hij valt de hele tijd om. Nou, dat geeft niet. Ik laat hem even volzuigen met water. En dan eens kijken. Ja, dat werkt. Dat is wel heel leuk. Je kunt hem gewoon onder water houden. Als je er dan in knijpt, dan vult hij zich daarna met water. Zo. En zodra die vol zit, dan kun je er weer in knijpen. En dan komt het water uit zijn snavel. Dat is echt super cool. Er zaten 4 stuks in de verpakking. Dat vind ik wel leuk. Je zou er zelfs een watergevecht mee kunnen houden. Gewoon zo'n badeendje vullen met water en dan anderen ermee nat spuiten. Leuk speelgoed voor in de zomer of voor in bad. En ook natuurlijk leuk als klein cadeautje aan het eind van een kinderfeestje. Jullie kunnen me in de reacties laten weten wat jullie vinden van deze eendjes. Is er nou een eendje of een eenhoorn? En vinden jullie eenhoorns leuk en badeendjes? Laat dat maar weten in de reacties. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog. Bekijk onze andere video's. Abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doei!